We gaan loopscholing doen, natuurlijk. Loopscholing wil zeggen dat je, we gaan kijken of we jullie in een goede houding kunnen krijgen om het lopen zo makkelijk mogelijk te maken eigenlijk. We gaan dat in 3 groepen doen. We hebben daar een groep en een groep in de schaduw. Die groep in de schaduw moet iets harder werken om warm te blijven, dat snappen jullie wel. We hebben ook 3 trainers, dus dat komt mooi uit. We beginnen heel makkelijk. Rechtop lopen, schouders naar achteren, armen inzetten en een stevige wandelpas. Het is 20 meter, of 10 meter moet ik zeggen. 10 meter stevig wandelen, doe maar. Allemaal of... Ja, als jullie nu gaan, dan is het goed. Wil je kijken of... Ik hou het wel een beetje in de gaten, ja. Inderdaad. Oké, die doen we nog een keer. Maar nog actiever wandelen, dus echt die armen goed inzetten. Heel goed rechtop lopen. En alsof je een beetje de trein moet halen, zeg maar dat niet wil laten zien. Ontspannen, maar wel actief. Ja, dat gaat heel goed. En gewoon lekker teruglopen. Zullen we nog een keer? Alleen als je hier bent, dus eerst loop je gewoon lekker ontspannen. Bungelen die armen nog een beetje. Als je bij die 2 pilonnetjes bent, gaan je armen mee bewegen. Het begint al een beetje op lopen te lijken. Dus een goede rechtop blijven lopen. Armen mee bewegen als je hier bent. Doe maar. Lekker ontspannen. Schouders los. Armen mogen best wel een beetje bungelen. En hier gaan ze mee bewegen. Hoef niet sneller vooruit. Nog 10 seconden. Nou, niet eens 5 seconden nog. We staan hier bij Nicky Fischer. Engelse naam voor iemand die bij Ageas lid is. Ja, ik woon 25 jaar in Winterswijk. Ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Afrika en ik ben lid van Ageas en contactpersoon voor Staturun. Ja, daar staan we hier bij Staturun. Wat gebeurt hier eigenlijk, Nicky? Dit is door de Atletiek Unie Nederland geregeld en men kunt zich via de site inschrijven om mee te doen. En dan worden lokale atletiekverenigingen gevraagd om de trainingen te faciliteren. Het zijn 7 trainingen en na afloop, na langzame opbouwen, kunnen de deelnemers hopelijk 20 à 25 minuten lopen. Ja, lopen, maar ook hardlopen. Hardlopen is de bedoeling. Die beginnen heel rustig met opbouwen, met lopen, wandelen tussendoor. Onder begeleiding van goede trainers, goed opgeleide trainers. En na afloop kunnen zij 20 à 25 minuten hardlopen. Dat is de bedoeling. Ze worden toch niet klaargestoomd voor een marathon, of wel? Nee, dat niet, want het is heel belangrijk bij het beginnen met hardlopen dat je niet te snel opbouwt. Dus daarom duurt het 7 weken en dan kunnen zij waarschijnlijk 3 à 5 kilometer. Als jij een marathon wil doen, dan moet jij echt een paar jaar voor gaan trainen. Zijn hier kosten aan verbonden? De kosten weet ik niet precies, dat ziet u op de site. Maar ik denk dat het €45 kost met t-shirt, training, 7 weken lang. En een gratis blad, dus niet duur. Maar stel je nou voor dat ze geblesseerd raken tijdens deze trainingen, wat dan? Wij hebben volgende week uitleg van de fysiotherapeut over blessurepreventie. Wij raden ze ook aan om goede hardloopschoenen te kopen. De trainers houden ze in de gaten dat zij niet te snel te veel doen en geblesseerd raakt. Als zij geblesseerd raken, dat is jammer, maar dan raden zij aan om meteen dan naar een fysiotherapeut of huisarts te gaan. En dit gaat gebeuren op 7 zaterdagen? 7 zaterdagen vanaf nu, 8 maart. De laatste zaterdag is 19 april in het paasweekend. En dan hebben wij gezamenlijk, normaal bij het Hilgelo, de plaatselijke meer, dan een aflooptraining. Dan kunnen zij kijken hoe ver zij kunnen komen. Jullie hebben hier 3 trainers. Ik zag ook Lars Duistermaat. Zijn die er elke zaterdag bij dan? In principe wel, ja. Wij hebben ook wat reserve trainers, nog 2 of 3, dus wij kunnen wel roleren. Maar de trainers vinden het zo leuk en zij vinden het ook leuk dat zij iedere zaterdag erbij zijn. Dan kan jij de progressie van de lopers, van de deelnemers, echt goed in de gaten houden. Ik zou zeggen, veel succes. Dank u wel.